Ik ben Kim van Green Gypsy en ik ga je laten zien hoe je mega makkelijk kuften maakt. En het gaat natuurlijk zo lekker worden door onze kruiden. We hebben een zoutloze mix. Echt speciaal voor kuften. Er zitten lekker van die gebakken uitjes in, dus je hoeft verder helemaal niks te doen. Ik vind het zelf wel lekker om er peterselie bij te doen. Maar ook dat hoef je dus niet te doen. Oké, zo gaan we het doen. We hebben 200 gram gehakt. Dit is heel simpel. We gooien er een eitje in. Oké, paneermeel, grote eetlepel, zoiets. En dan, here comes the magic. Het is dus een mix, lekker met gebakken uitjes, piment, oregano. Beetje tomatenpoeder, want dat vond ik echt heel lekker in. Dus je hoeft verder niks toe te voegen, maar ik vind dus peterselie lekker. Kan ook verse munt trouwens, als je een keertje even wat anders wil. Verse munt is ook echt een goeie. Oké, we gaan er een beetje balletjes van draaien, kijk. En dan gaan we het een klein beetje zo draaien, hoe noem ik dit? Als een soort worstjes. Dan heb je hele smeuïge kuften. Kijk, en als je dan te erg een piemeltje krijgt, dan duw je hem even terug. Zo, we gaan ze bakken. En zo heb jij je eigen gemaakte kuften. Lekker met een saladetje ernaast. Of een zelfgemaakte knoflooksaus.